Ja, Marco. Een schoene wedstrijd. Relatief wel actie in de eerste helft. De tweede helft wat gaat minder. Toch nog een doelpunt in de tweede helft. Tevreden? Ja, zeker tevreden. Alleen naar de 1-0 zakken we een beetje terug. Kakken we een beetje in. Maar het is fijn dat we de tweede score en toch vandaag de wedstrijd een beetje goed spelen eigenlijk. Ja, ik weet niet of je het goed gezien hebt, maar die gaat een andere positie vandaag. Ja, ik zie van het middenveld en dat was een dun bezette selectie. We moesten op rechtsback spelen. Wat ik liever niet dan, maar ja, toch gespeeld. Ja, dat is nog wel redelijk goed genomen volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Maar ja, liever heb ik dat niet, maar het was het. Ja, geen bijzondere gebeurtenissen eigenlijk in de wedstrijd. Daar geen bijzondere kaarten, blessures. We hebben de goede wedstrijd uitgespeeld en 3 punten in de geurstad gehouden. Dat voor ons wel een grote plus. Ja, wie kent het opeens 4 keer groot gewoon en daarvoor waar het gaat minder? Ja, ik denk dat we in het begin nog een beetje zoekende waren naar wie we moeten spelen, elkaars kwaliteiten. En uiteindelijk hebben we zien we gewoon inzakken en momenten druk kan zetten en dat heeft voor ons goed uitgepakt. En nu spelen we beter. Ja, nu lekker vakantie. Even tot rust komen. Even genieten van de keers, met de familie, gezond blijven en even een weekje wat trainen. Ja, ik zou zeggen, fijn feestdag en een gezond 2024. Dankjewel, hetzelfde. Ja, Maurice, de laatste wedstrijd van het seizoen en een overwinning. En de nul gehouden. Ja, dat was ook eigenlijk de doelstelling om het goed af te sluiten. En nou ja, we willen in ieder geval dat kunnen realiseren en daar zijn we heel blij mee. Dus, en we hebben nu wel een aardige reeks van 4 wedstrijden, 10 punten. Dus. Ja, de spelers kwamen in het begin van de wedstrijd met een speciaal tenue het veld op. Waar was dat voor? Nou ja, we hebben toch hier en daar wat blessures gehad. En een persoonlijk aspect van mij. Dus daar wilden ze, dat brachten ze een beetje onder aandacht. En om de jongens een beetje te steunen. Ja, de thuissupporters die hadden een spandoek opgehangen voor jou. Ja. Hoe voelde dat? Bijzonder. Hartverwarmend. Ja, geweldig. Het zegt ook iets. Kijk, we hebben heel veel negatieve publiciteit gehad over de bekertjes en over de andere dingen die allemaal voren zijn gevallen. Maar we hebben ook, of de Angel Side, de sports van MV, hebben ook een andere kant laten zien. Het heeft me wel heel diep geraakt op een positieve manier. Ja, in de eerste 10 minuten een wondermooi doelpunt van Koen. Ja. Dan daarna viel de wedstrijd een beetje wel met veel actie, maar geen doelpunten. Nee, zij probeerden het ook ons moeilijk te maken en hem te vertragen. Dus zijn we op een bepaald moment, de laatste 20 minuten kwartier van de eerste helft, zijn we daar een beetje, hebben we geen hoog baltempo gehad. Ik denk wel dat we het eerder op slot, of in ieder geval iets eerder afstand hadden kunnen nemen. Ja, de tweede helft kregen we wel iets meer energie, maar hadden we ook de kans gehad om de wedstrijd helemaal op slot te gooien. Maar ja, het duurde wat langer. Daardoor hebben ze een leven gehouden en op een gegeven moment kwamen zij toch wel iets meer dreigend uit de hoek. Maar uiteindelijk hebben we toch die 2-0 gemaakt en dan is de wedstrijd op slot. Ja, dit keer een wedstrijd zonder blessures. Dat voelde ook wel fijn, denk ik. Nou, er is wel eentje met blessures uitgesteld. Of in ieder geval met spierspanning, braaiend. Maar goed, juist wel een keer fijn dat we geen heftige blessures aan overgehouden hebben. Zo kunnen we nou allemaal goed herstellen en genieten van onze welverdiende vakantie. En dan kunnen we met de goede frisse moed 2024 aanvangen en proberen naar mooie dingen te werken. Ja, namens ons fijne feestdagen, gezond 2024. Insgelijks. En we zien ons 19 januari weer. Zekers. Oh, ik werd wat loos is in mijn streek.